Hallo. Hallo, hallo. Welkom bij deze nieuwe product update. En wel nummer 135. We hebben Kiksje gehad. Elmar is er. Geen Leon vandaag. Dat maakt niet uit. Maar zo zien jullie iedereen wie je werkt natuurlijk af en toe in beeld verschijnen. Is wel zo leuk natuurlijk. En we hebben weer van alles klaar liggen. Elmar zei al, ik heb volgens mij 2 stoelen nodig, want we hebben spullen altijd klaar liggen op een stoel. Ja. Het is te veel eigenlijk. Het wordt echt zoveel nieuwe dingen dat eruit komen. Het is ongelooflijk. We hebben 14 dingen op het programma staan. Dat belooft wat. En eigenlijk is de bedoeling 6 of zo. Maar ja, precies. Dat lukt nooit. Dat lukt nooit. Want sommige van de dingen die we laten zien, was ik net aan het kijken even voor de prijs, dat we die kunnen noemen naar jullie. En toen dacht ik even, kijk even bij de nieuwe spullen waar de prijs staat. En hij stond als artikel 66 van de nieuwe. Nou, dan denk je, wat zeg je nou voor vazige taal? Hij stond op plek 66. Dat betekent dat er na dat nieuwe ding wat we nu laten zien alweer 65 dingen zijn bijgekomen. Dat is niet gezond. Dus dan moet je, als je bij nieuwe producten bent, zeg maar naar pagina 2 om te vinden. Daar staat hij, Er staat 60 op een pagina. Dus. Ja. Maar dat gaat zo meteen voorbij komen. Het is alweer maart, eind maart, begin april als je dat ziet. Jij hebt net een carnaval achter de rug. Ja, die is niet geweest. Ik ben een beetje weg geweest. Ik heb het gezien. Dat is waar, heerlijk. Of vakantietje. Vakantietje. Ja, lekker. Wij gaan wel hier in het dorp, in mei gaat hier, gekke maandag, want normaal januari gaat hier wel plaatsvinden. In januari, maar dat is al voorbij dan? Ja, de maand januari gaan ze nu in mei doen. Oké. Dat is wel, we hebben nog wat te goed. Je hebt een vooruitzicht, heel goed. Hé, hey, ik heb geen idee waarom dat doekje ligt, maar het is een leuke doek. Maar je kan natuurlijk ook gebruiken om dingen te laten verschijnen. Oh, mooi. Dat is al leuk, maar wat erop ligt ook. Even voor het idee, doe eerst even dit. Het doekje. Het doek. Ja. Het doek heet Tin Air. Dunne lucht, ik kan de naam geven. En Tin Air kun je gebruiken om allerlei dingen te laten verschijnen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Zou ook even met ringen kunnen laten verschijnen? Of ringen, elkaar, munten, eigenlijk voor alles, alles nog wat. Je kan het doekje gewoon ook trouwens opruimen waar de mensen bij zijn hoor. Dus gewoon mooi gemaakt doek, mooie kwaliteit. Ja. Makkelijk te doen. Ik zeg erbij, je moet hem wel voorbereiden. Ja, je moet hem klaarleggen. Ja. Je moet hem klaarleggen. We kregen de vraag van mensen, en terecht de vraag ook, kan ik hem met tafel ook meenemen en dan neerleggen waar het publiek bij is? Dat zou wel misschien wel kunnen als je bijvoorbeeld 1 munt tevoorschijn wil halen of zo. Of 1 kaart. Dan zou je het toch wel zo kunnen vouwen. Maar zoals wij het net met een kaartspel deden, is dat niet te doen. Want je moet het echt dan zeg maar klaarleggen zoals wij het bijvoorbeeld ook klaar hadden liggen. Ja, maar het ziet er heel visueel uit. Het is 1 beweging en het verschijnt. Ja. Het is wel toch perfect. En geloof me, we hebben het in de winkel ook al vaker laten zien. Mensen zijn allemaal verrast. Dat ze zeggen, omdat ze... Ja, hoe simpel het ook is. Ja, het is wel... blijft verrassend. Ja, en mensen kunnen natuurlijk, als het er eenmaal is, op die manier terughalen. Wat gebeurt er nou? Dus dat is ook mooi, dat wel weer terug te redeneren. En kost €37,50 van Vanishing Ink. Dus je weet dat het een goed product is. Die maken echt alleen maar goede dingetjes. Tenminste, ik heb nog nooit iets slechts gezien van Vanishing Ink. Dat meen ik echt. Ik denk dat dit product inderdaad altijd zal werken. Ja, nou, dat ligt aan jezelf, maar in principe, het product kan het niet liggen. Nee, het product kan het niet liggen. Ja. Nee, €27,50 inclusief video-instructies en de doek. Krijg je er wat routines bij ook? Ja, al die ideeën zitten erbij. Oh, tof. Ja. Dan hebben we nog het kaartspel, wat René tevoorschijn goochelde. En dat kaartspel heet het Stargazer Observatory Deck. Stargazer. Ja, mooi spel. Nou, je ziet ook, als je manipulatie doet, zou je hier denk ik ook wel heel goed mee uit de voeten kunnen. Maar het is ook gewoon een heel tof spel om te gebruiken. Voor alles. Als je verzamelaar bent, vind ik het. Ik vind alleen dit al, dat die kleuren... Ja, dat is heel mooi over. Het is alsof ze in de sterrenhemel kijken. Daar vandaar ook de naam natuurlijk. Heel mooi, ja. De kleuren van het sterrenstelsel. Van het, en begreep ik nou goed dat dit eigenlijk een serie is? Van de Stargazers? Nee, we hebben meer Stargazers. We hebben Stargazers, Sunspot, we hebben alle Stargazers. Ik zal even de plaatjes voor jullie extra duidelijk... Kijk eens. Ja. Niet heel afwijkend qua design. Ja, het is natuurlijk afwijkend, maar ik bedoel, het is geen hele rare. Het zijn geen bekende mensen die bijvoorbeeld de plaatjeskaarten vormen. Het is mooi hoor. Ja, wat normaal zwart is hier dan wit. Ik vind het heel mooi. Heel mooi gemaakt. Ik vind het. En dat voor maar €7,75. Nou, zomaar kaartspel. Gedrukt door USPCC, United States Playing Card Company. Weet je ook weer. Ja. Dus mocht je je verzameling willen starten en heb je nog geen verzameling, zou ik beginnen met Stargazer, want dan kun je gelijk de serie kijk, bekijken. Voor de mensen die dat mooi vinden, kijk, de folie dan doet natuurlijk veel schitterende glimmen. Je hebt met een folieaccenten bedrukt doosje ook, dus je hebt echt wel, ik vind dat wel luxer dan gewoon zwarte inkt of blauwe inkt gooien. Het is wel een mooi mooi setje. Mooi bedrukt. Absoluut. Mooi kaart. Stargazer.
Stargazer Observatory. Laten we eens beginnen met een soort van... Nou, wacht, laten we dit eens eerst doen. Wat ik hier heb is een grote ring. Ik zou hem als arm aan kunnen dragen, al voel ik me daar nu heel op mijn gemak. En een veer. Dus een gewone veer. Beide massief. Stel nou voor dat je met zo'n ring er tegenaan slaat. Dan kun je die ring vastslaan aan de veer. Maar het leuke is, als jij hem los wil maken. Als mensen proberen om die veer vervolgens los te maken van de ring. Dan moet je helemaal gaan draaien. Maar hoe makkelijk is dat als je gaat draaien? Nu nog makkelijk. Ja, maar dat... Wacht even hoor. Ik ga even naar de boom. Dat gaat niet, René. Want hij loopt vast. Ja, precies. Dus het zit echt zeg maar compleet klem. Dat is eigenlijk het idee ervan. Dus het zit compleet vast aan de veer. Tenzij je het gewoon zeg maar losmaakt. Zie je? Dus dat kan natuurlijk ook. Mensen mogen het allemaal checken. Er zitten geen gaten in de ring. Ja, hier. En ja, geen gaten. Laat ik zo zeggen. Niet speciaal. Nee. Beide zijn wel gemaakt voor deze truc natuurlijk. Tenminste, of die veer hebben ze ergens gevonden en gezegd. Doe er maar 2000. Ja, gebruiken. Maar dit is de truc. Spring. Ik kan er veel meer mee. Dit is even gewoon de basis. Mooi. Spring. Jonas Mengel. Jonas met dubbel O. Je leert ook wat verschillende routinetjes. En ik vind het super makkelijk. Ik zou bijna een half uur oefenen. Ja, dan kun je misschien wel hele rare dingen. Maar de basis is echt heel simpel. Mooi verbluffend, hoor. Als je vroeger, want ik heb ze eigenlijk. Ik koop natuurlijk nooit goocheldozen. Dat klinkt misschien vreemd als ik in de goochelwinkel werk. Maar vroeger, in de goocheldozen, zat eigenlijk ook een vergelijkend iets in. Dan had je zo'n veer met een klein ringetje. Die je vast kon maken hieraan. En dat is een beetje hetzelfde principe. Nou ja, dat is hetzelfde, behalve dat je er hier nog iets van maakt. Daar deed je, zeg maar, deed je dit ringetje eromheen. Dat deed je eigenlijk. En dan zat hij vast. Zie je nu weer? Oh, ja. Ja. Dat was. En nu maken ze er eigenlijk een soort, ik noem het even de Ninja, Ninja Plus of Ninja, ja, van. Dat ze het zeg maar op een magische manier, ja, dat je de ring vast slaat. Dat is weer het idee nu. Dat het echt, nou, goed dat zeg. Kun je ervan maken. Goed zeg. Dus dat is eigenlijk Spring. Spring kost €32,95 compleet met de spring, de veer dus. Met de ring en de instructievideo online. Past allemaal mooi in dit doosje. Ja, en dit kun je makkelijk bijdragen. Gaat niet snel stuk, het is gewoon staal. Wie is de maker? Dit is van Murphy's Magic. Heeft dit uitgebracht. Jonas. Ja, Jonas Mengel. Mooi hoor, mooi. Ja. Nieuw productje. Ja. Ja. Over nieuwe producten gesproken. Hebben we er nog? Ja. We hebben er heel veel. Zoals mensen weten, ik ben natuurlijk een kindergoochelaar. Althans, ik doe ook wel mijn kindergoochel veel. En ik kwam dit product tegen en die begreep ik exclusief. Ja. Een mooie stok waarmee je kan roeren in eten wat je wil. Of je geeft hem even aan iemand, waarmee je vasthouden. Je geeft hem even aan iemand en dan... Ja. Dat dus. Een variant van de Breakaway Wand. De Breakaway Spoon. En ik moet eerlijk zeggen, zo mooi als dat deze gemaakt is, zo mooi zijn, heb ik nog geen Breakaway Wand gezien. Dat is het idee. Dus je hebt dus gewoon een label, zeg maar. Nadat je die afgeeft, dat is het idee. In principe het LMD, dan valt die in elkaar. Ja. Dus je kan op verschillende manieren vasthouden. Heel mooi gemaakt. Ja. Je krijgt er een blokje extra bij om hem vast te zetten. En dat heb ik gedaan. Ja. Zo. Hij is namelijk heel mooi afgewerkt. Kijk, dan valt hij er precies in. Met het touwtje. En er zit aan de bovenkant van de blokjes zit er een mooi afgerond topje. Waardoor die eigenlijk heel mooi in elkaar valt. Ja, ik zal het even laten zien op de camera boven. Hè. Zie je, ik kun je echt zien. Dit is echt, dus het zijn geen houtjes op een rij. En dan gaat je gewoon, het is echt compleet allemaal daarvoor gemaakt. Ja, dus bijvoorbeeld je gaat een duivenpanroutine doen waarbij je taart gaat bakken. Of in een hoed. Of nou ja, bedenk het. Ja. Dan is zo'n lepel als dit natuurlijk een leuke gag om te gebruiken. En de Breakaway Spoon die kost €29,50. Nou, dat vind ik voor de kwaliteit wat dit is niet prijzig. Nee. Want je krijgt er ook nog een reservedraadje bij. Ja, alles wat nodig is, mocht de draad ooit breken. Ooit breken, wat ik niet vind. Want de draad is vrij stevig, wat ik zag. Ja, perfect ding. Ja, je moet even gewoon even spelen hoe je hem vast moet pakken. Je kan op allerlei manieren vastpakken. Precies. Ja, ik zou hem, jij pakt hem heel raar vast. Waar gaat die stok heen, denk ik dan, weet je? Zo is het logisch, maar ik zou hem hier meer pakken, dat je hem daar, zeg maar, dat je hem zo, ik zou hem zo pakken, want zo heb je eigenlijk een lepel zo kan die ook. Vast. Ja. Dat is logisch, zeg. Dan kun je hem... Maar, dat is smaakverschil.
En dan. Ja. Ah, het is hilarisch, dat is ook. Ja, ja, breakaway spoon. Wij komen elke keer niet bij als we het doen. Ja, 29,50, had ik al gezegd. Ja. Zo gaat hij lekker. Welke van de twee stoelen pak je nu? Ja, nee. Ik heb hier een. Ik zal laten zien. Een set kaarten. Het zijn allemaal kaarten met een weg erop, zeg maar. Dat betekent, we hebben één kaart met een stuk weg erop, we hebben nog een kaart met een stuk weg erop en nog een kaart met een stuk weg erop. Maar, als je dit bij elkaar legt, dat is geen truc, je legt het gewoon bij elkaar, dan zie je dat er drie weggetjes zijn. We hebben een korte weg, we hebben een iets langere weg over de brug en we hebben een hele lange weg. Nou, je kan hier een verhaal van maken wat je zelf wil. Je kan altijd de kortste weg kiezen. Je kan bij conflicten bemiddelen. Je kan, weet ik veel, wat je zelf wil. Je kan er een sprookjesverhaal bij maken. Je kan zeggen, we zijn in de magische wereld beland waar wegen van lengte kunnen veranderen. Ik noem het wat je zelf wil. Kaarten zijn dus allemaal los. En het mooie is, het is natuurlijk een truc, dat begrijp je. Want stel nou voor dat je dit bij elkaar pakt. Hoef je alleen maar dit te doen. En wat gebeurt er dan? Dan blijkt dat we plotseling drie wegen hebben. Deze, onder de brug, is net zo lang als de weg over de brug. En is net zo lang als de weg die niet bij de brug ligt. Op zich vreemd te maken. Dus het zijn magische wegen die van lengte kunnen veranderen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Wat nou, als je dit doet, draai je deze om. Zo. Je tikt. Wat gebeurt er dan namelijk? Dan heb je drie wegen die niet langer drie losse wegen zijn. We hebben één hele lange weg, zie je? Over de brug. Zo. Nou, het is toch. Ik vind het toch wel vreemd. Mooi hoor, ja. Toch wel vreemd. Maar het grappige is, je hebt namelijk onder de brug iets heel speciaals. Als je onder de brug zou kijken, daar zit iets heel speciaals. Ik zal het even laten zien. Ik kan het misschien beter laten zien in combinatie met dit. Want onder de brug loopt namelijk de weg die ergens naartoe leidt. En die leidt namelijk er naartoe. Als je ooit de Wizard of Oz hebt gezien. Ooit lang geleden hoor. Dan gaan ze naar het kasteel van de Wizard of Oz. Hier. Oh, heel en dan mooi. Heb je bijvoorbeeld dit. Nou, even voor het idee. Dit is een mogelijk einde. Dit is een sprookjes einde. Heel mooi. Je krijgt meer kaarten bij de truc. Je kan gewoon eindigen met kaarten die te onderzoeken zijn op het laatst. Dan heb je niet het sprookjes einde, het is gewoon de truc enkel met de wegen, einde verhaal. Ja. En je krijgt kaarten om te eindigen met het sprookjes effect. En dit kunnen mensen gewoon onderzoeken. Want ja, ik zou zeggen dat mensen zeggen van ja, maar op de achterkant staat dan. Ja, mensen mogen dit gewoon checken. Oh, goed zeg. Maar je moet er, nogmaals, je moet een verhaal maken. Ik heb deze nog niet vaak, ik heb genoeg gedaan om een verhaal bij te ontwikkelen. Je moet natuurlijk een beter verhaal bij maken. Maar we wilden hem wel even laten zien. Check anders gerust even de demo ook van Leon bij het product op de pagina. Dit heet de Yellow Brick Road. Ook een exclusieve Dynamite truc. Kost €15, inclusief uitgebreide video-instructies. Je krijgt een envelopje er ook bij. Is handig dat je het niet kwijtraakt, zeg maar. Het is niet moeilijk om te doen. Ik heb voor de handelingen. Ja, ik moest de video kijken om de handelingen te weten, zeg maar. Maar als je een beetje handig bent, dan is dat goed te doen. Ja. Yellow Brick Road, meerdere versies, je leert eigenlijk twee verschillende versies dus, sprookjesversie, gewone versie. Maak er je verhaal bij, je kan bij elke presentatie gebruiken eigenlijk, denk ik, als je een passend verhaal zoekt. €15. Ja, verbluffend. Ja. Jij hebt ook nog, je had nog van alles op je stoel liggen. Ik heb nog van alles. Ik heb namelijk iets geniaals. Iets geniaals. Als je namelijk van mentalisme houdt, is dit misschien wel een cool dingetje om te hebben. Ik weet dat de mensen allerlei soorten portemonnees sparen. Je hebt de Fire Wallets, de Caps Wallet waar je kaart in kan laden. Maar misschien kennen jullie ook wel de Himber Wallet, waar je twee flappen hebt. Twee vakken. Twee vakken. Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld een flap. En als je hem dan dicht doet, zit aan deze kant weer een flap. Ja. Maar deze portemonnee is bijzonder, want deze heeft een speciaal geheim hulpmiddeltje. Door middel van een soort notitieblokje. Die als je die omslaat, heb je opeens een ander gedeelte. En datzelfde aan de andere kant. Dat houdt in dat eigenlijk de mogelijkheden om
voorspellingen te doen, best groter wordt. Want nou, nu hebben we dus al 4 mogelijkheden, als je hier gewoon de kaarten in zou doen. Maar stel je nou eens voor dat je hier een envelopje in stopt. Ja. En doet daar bijvoorbeeld een dubbel feestkaart in. Dus bijvoorbeeld een klaver 4 aan de ene kant, een schoppen 2 aan de andere kant. Precies, en dat doe je overal, dan heb je opeens 8 outs. Ja. Sterker nog, als je dan op elk flapje ook nog een kaartnaam schrijft, ja, heb je opeens 12 outs. Komen er 4 bij, heb je 12 outs. Ja. Ja. Ja, je bedoelt als je dan nog een humber envelop gebruikt, dat zou je ook nog kunnen doen. Dat bedoel je denk ik. Ja, ja, ja. Waar, oh ja, vertel ja. Nee, nee, zeg maar, die 2 flapjes. Waar 2 precies dubbelzijdige kaarten in kunnen, heb je dus per zijkant 4 dingen. En omdat het een envelopje is, als je stelt iemand zegt harte 4 en je maakt hem open en zegt, kijk, wist ik, hier staat harte 4, ja, vraagt niemand naar het envelopje. Nee. En als je het wel nodig hebt, dan maak je hem open. Je praat niet over de kaart. Je haalt dan het verdekt zeg maar, envelopje eruit op deze manier. Hup. En dan kun je inderdaad daar ook nog 4 kaarten. Ja. Dan heb je zelfs 20 outs in totaal. Zeker. Ja, dus ja, tof dingetje. Wat je ook zou kunnen doen, zat ik te denken hoor. Je hebt natuurlijk een mentalist zeg, waarbij je nummers bij elkaar optelt en ja, dat verschijnt uiteindelijk ja, 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 ergens neer. Ja, ja. Je zou bijvoorbeeld hierop, het is namelijk gemaakt van een soort plastic ook. Uitwisbaar. Dus ja, uitwisbaar. Maar je zou hier met mensen met een whiteboard marker allemaal cijfers op kunnen laten schrijven. Bijvoorbeeld 3 toeschouwers vraag je om 3 een 3-cijferige code op te schrijven. Ja, ja. Vervolgens loop je naar iemand anders toe, draait het flapje om waar jij ondertussen alles opgeschreven hebt en vraagt, wil je dit even uitrekenen wat ze net hebben? Ja. Daar komt een som uit ja, en dat onthul jij. Dus je ja, kan hier ook nog best wel ja, toffe ja, ja, mentale ja, trucs ja, mee laten zien. Ja. Met heel veel outs. Dit heet de Miller Miracle Wallet. €89, maar dit gaat een leven mee. En waarom? Er is over nagedacht hoe ze het nou zo goed mogelijk te benutten allemaal door dit uitwisbaar te maken. En hij voelt ook echt stevig aan, een stevige wallet. Ik denk dat dit een leven meegaat. Ja, voor het idee misschien ook wel goed aan te geven, denk ik. En nu laat je de flap zo zien, nu zie je de kaart hier op de kop. Als je het echt gaat vertonen, zeg maar. Voor het idee, je hebt hier ruiten aas, je hebt hier de schoppen aas, voor de duidelijkheid. Je hebt hier de harte aas. Ja. Niet de klaar. Dus je kan het er echt hetzelfde uit laten zien. Precies. Qua oriëntatie tijdens die eigenlijk. Dus je moet hem niet zo openmaken, zeg maar, dan maak je hem altijd netjes zo open. Ja. En dan heb je altijd dezelfde oriëntatie. Terwijl je vertelt, kun je dingen draaien, zie. Dus altijd dan hetzelfde. Dus en dan uiteraard zit dan kaart ook zo. Dan lijkt het helemaal hetzelfde. En dan kun je werkelijk inderdaad alles verwisselen wat je zou willen ja, verwisselen. Ja. Mooi item. Ja. Mooi item. Ook nieuw, hè? In stock. Ja, ja. Mooi. 89 millimeter, compleet met routines inderdaad, in ja, de Engelse taal. Ja, mooi dingetje. Ja, dan hebben we iets wat... Ja, we verkopen al allerlei soorten... spul. Ja. Nee, om kaarten te prepareren. Ja. Dat betekent, stel als je weet wat een Invisible Deck is, een Mirage Deck, een Brainwave Deck, een Mental Photo Deck, die hebben allemaal één en hetzelfde geheim. En dat is dat er kaarten ruwer zijn en kaarten gladder zijn, laten we het even ja, zo noemen. Ja. Daar heb je spray voor, verkopen wij al jaren. Prima spul ook, verkopen niks mis mee. Maar er zijn ook op de in de laatste jaren wat roughing sticks, roughing balm. Allerlei spul is op de markt gekomen. Wij hebben nu ons eigen roughing blok. Kijk. Dan denk je misschien, ja, wat is dat? Dat is een blok. Ja, dat is... Niet dat je handen helemaal vies wordt, het is geen pretstift, zeg maar, helemaal niet. Maar daar kun je kaarten mee ruwen. Nou, dit is een beetje zacht en je moet het een beetje drukken doen. Ik pak je even iets bij waar ik dat op doe. Dan ga ik je gewoon even voor het idee laten zien wat het doet. Stel dus voor dat je, ik pak even 4 kaarten hoor. Rood. Zo, 1, 2, 3, 4 kaarten. En ik doe even achterop het midden, trek ik een streep. Dat zie je uiteraard. Niet, het is geen kleur, zeg maar. Het is een transparant. Zo. Nou. Die kun je op elkaar leggen. Zou ik nu bijvoorbeeld de kaart boven leggen en de kaart beneden leggen. Als ik dan in het midden uitspreid, dan zie je plotseling maar 4 kaarten. Dat is vreemd, want die liggen toch op elkaar. En dat komt omdat ik deze kaarten zo net van de achterkant heb geruwd. Ik kan ze gewoon van elkaar schuiven als ik wil, zie. Maar deze zijn nu ruwer dan de gladde kaarten. En daarom zie je deze kaarten niet. Zo kun je dus heel makkelijk kaarten ruwen, zie. En belangrijk is, als je ze in het midden prepareert nu, moet je ze ook in het midden hanteren. Als ik ze zo openmaak, zijn ze altijd perfect. Dat betekent, wat nou als je bijvoorbeeld kaarten zou pakken en je zou ze op de 1 helft, zeg maar, ik zal het zo doen.
één helft prepareren. Er zijn er drie, laten we maar drie bij pakken. Toch kaart genoeg in deze winkel. Oh, oké. Okay. Ja, dat pakken we nu kaart hoor. Ik heb hem. Hartsplat. Kijk, nu leggen we op de onderste helft heb ik geruwd. Deze ook. Deze ook. Deze ook. Puur voor het idee, hè? Mensen, het is geen truc. Maar het is voor het idee aan te geven wat er kan gebeuren. Stel nou voor, als ik de kaarten nu beneden openwaaier, dan zie ik maar drie kaarten. Drie. Ja. Zou ik ze omdraaien, zie ik er zes. Zie je de mogelijkheden daarvan. Dus, kijk, zo goed is het. Je kan ze gewoon zo openmaken. Dus als je tussen andere kaarten een stukje, je kan kaarten laten verdwijnen, verschijnen, noem maar op. Je kan hier je eigen Invisible Deck, Brain Deck, alles mee maken. Geen spray, geen toestanden. Nee, geen gevaarlijke stof te gebruiken. Nee, geen dampen. Makkelijk te gebruiken. Je ziet het, huppakee, erop en klaar. Je krijgt een video met een uitgebreide uitleg van hoe het blok te gebruiken. We gaan niet zeggen hoe alle trucs werken en hoe je die kaarten kunt maken. Nee. Maar je leert op de video gewoon hoe het werkt. Je ziet hoe, ja, hoe goed het werkt, zeg maar. Ja. Roughing Block voor een wereldprijs, al zeg ik het zelf, €14,95. En jij trekt net een streep, maar dat, als dit blokje op is, dan moet je heel wat kaarten hebben. Ja, dan ben je wel. Dan ben je al een stukje verder. Inderdaad. Ja, Roughing Block bij DMS, €14,95. Ja. Inclusief video-instructies. Ik zou zeggen, bij volgende order. Ja hoor. Stel er eentje mee, want dit is. Ideaal. Ja, gooi het in je koffer, want misschien dat die ene keer komt dat je op een optreden staat. Dat je je mental fotodeck openwaaiert en dat er plotseling wat kaarten tevoorschijn piepen waar je denkt. Die wil ik liever niet. Ja. Die had ik niet mogen zien. Ja. Oftewel, je moet je spel opnieuw sprayen. Dan heb je altijd, als je dit hebt, zo'n soort emergency kit. Dat je even achter het scherm even poep. Ja, zo, klaar. Opgelost. Tijdelijk opgelost. Of je, als je op de wc zit, het hele kaartspel. Niet aan te raden. Maar nee, maar dat. Ja, ja nee, mooi. Super ding. €14,95 voor de Roughing Block. Mooi. En dan nu. Dames en heren, het goedkoopste item van de dag. Wat ik jullie ga laten zien, dit wonder. Ja, dat het voor die prijs weg kan, is eigenlijk al ongelooflijk, zoals jullie laten zien. Het is namelijk kaartjes met cijfertjes erop. Kijk eens, het zijn er 5 stuks. En het mooie is, dit kun je je toeschouwer laten doen. Hè? René, jij bent nu even de toeschouwer. Hallo, ik ben de goochelaar. Hallo, ik ben toeschouwer. Ik heb 5 kaartjes. Kies eens een kaartje uit en zou die even apart willen leggen van de andere 4. Maakt niet uit. Wil ik er echt door? Kijk niet eens dat jullie dit denk ik afgesproken hebben. Kom ik eens buiten? Oh ja, net. Ik denk, voel dat ik er lang zit. Deze dus. Kijk. En goed, dan hebben we hier 4 kaartjes over met nummers. Ik zal ze even zo draaien, dan kan je ze allemaal. Ja, ik doe het even zo met de camera's, de bovenste camera's zo. Ja. Zo, kijk, heel goed. En ik heb een aantal gekleurde hoeken meegenomen. Blauw, rood, groen en geel. En als je hier een beetje mee gaat spelen, dan zul je zien dat je hele vakken bijvoorbeeld geel kan maken. En dat kan bij allemaal, hè, want alles heeft een geel hoekje. Mm-hmm. Met andere getallen. Met andere getallen uiteraard. René, toeschouwer, zou jij de hoekjes willekeurig op een kaart willen leggen, maar wel zodat overal één gekleurd vak verschijnt? En je mag zelf weten waar je dat wil. Bijvoorbeeld dit? Ja. Maar dan moet deze ook rood zijn. Dan kan ik niet zeggen, weet je wel, dit. Nee, dat moet ook rood zijn. Ja, dus echt deze. Een compleet gekleurd. Deze. Dan zou ik zeggen, pak maar dit. Heel goed. Denk ik, pak even mijn telefoon erbij. Ik heb namelijk een calculator nodig. Om te laten zien dat het helemaal een calculator is. Zou jij dit hele gebeuren bij elkaar op willen tellen? 75 plus 65. Dit is geen app, mensen. Het is geen speciale app. Nee, het zit er niet bij. Ik heb op mijn hoofd al gerekend. 22 is 100. Dat had ik ook al uitgerekend. Die is moeilijk, hè? Dat is 140 bij elkaar. 141, 163. Dat kunnen we zelf ook, maar daarom doen we het dubbel. Dubbelcheck. Ja. Het leuke is, ik had jou van tevoren gevraagd om 1 kaart apart te leggen. Mm-hmm. Zou je die eens willen omdraaien? Want ik wist namelijk al exact welke keuzes jij zou maken. Wauw, hoe is het mogelijk? Toffe truc. Nou. Toffe truc. Volledig zelfwerkend dus. Dat de toeschouwer kan letterlijk echt alles bepalen. Ja. Het grappige is, ik zal even een klein verhaaltje. Jij zei toen we de test truc nieuw hadden, ik liet hem aan iemand zien zoals jij hem
dit op de video. Ja, precies. En toen werkte hij gewoon. Ja, dus niet de uitlegvideo. Ik zag ineens demo geven. Oké, dat is hem dus. Dat betekent, als jij dus deze kaarten krijgt. Ja. En jij doet wat Elma gedaan heeft. Werkt die gewoon. Ja, kan dat niet klinkt heel bizar. Ja. Ja. Het is echt zelfwerkend. De enige manier waarop die niet werkt. Is als wij jou toevallig verkeerde kaarten sturen. Ja. Dat zou de enige manier kunnen zijn dat die niet werkt. Nee, maar ik bedoel, dat is het onzin. Maar. Dit werkt. Dit heet de number prediction. Kost, niet schrikken, blijf zitten, €5,95. Wat? Voor dit wonder, ja, ik vind het echt een toffe truc. Ideaal te doen, leuk als je close-up gewoon rolt of even voor vrienden zelf op. Ja. Leuk. Ja, ik heb alleen maar video-instructies hebben erbij gemaakt. Toch maar voor de zekerheid. Maar we hadden ook kunnen zeggen, check de demo en doe hetzelfde wat wij gedaan hebben. Dat zou inderdaad ook genoeg zijn. Laat me even zien of dit wat leuks is. Ja, zeker leuk. Even voor het idee. Je hebt een rode doek. Stel voor, je maakt die rode doek, trek je omhoog. En dan heb je een kaars. Die kaars zou je kunnen aansteken. Of je zegt, nee, ik ga die kaars niet aansteken. Ik laat die kaars liever verdwijnen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, wat is dit? Dit is... eruit halen. Mooi. Nee hoor. Dit is een Vanishing Candle. Dit is een originele Fantasio Vanishing Candle. Zijn die nog op de markt? Nee, officieel niet. Maar ooit, toen bekend werd dat Fantasio de fabriek ging sluiten, zei René, omdat René die vroeger veel verkocht. Heel veel. Echt heel veel. En vandaar dat we nu nog een 30 van deze Vanishing Candles in het rood hebben. Maar de witte Vanishing en de Premium Candles bestaan dus niet meer. Nou. Ik ga het uitleggen omdat veel mensen altijd zeggen, maar ik snap het niet. Ja, niet, ik snap de truc niet. Want dit heet eigenlijk een vanishing candle. Oftewel, verdwijnende kaars. Maar hoe kon die dan verschijnen? Ja. Nou, een vanishing candle is een kaars die je kunt uittrekken. En als je het dan vasthoudt, blijft die staan. Als ik het loslaat, verdwijnt die. Er zijn ook mensen die trouwens het zo laten verdwijnen. Kan ook in een doek. Combineerde met een doek, dan zou je dus achter een doek de kaars omhoog kunnen trekken, zie je, en ook de kaars weer laten verdwijnen. Dat ziet er dan bijvoorbeeld uit. Of je doet dan dit, je draait er omheen en dan plotseling verdwijnt de kaars eruit en is die compleet weg. En dan kun je uiteraard de kaars ergens droppen waar je zelf wil. Mooi hoor. Dit is dus origineel Fantasio, maar die worden niet meer gemaakt. Toch krijgen we de vraag, heb je ook witte kaarsen? Nou, hebben we niet, maar er is een fabriek die die maakt en eigenlijk in een zeer vergelijkbare kwaliteit als Fantasio. Je ziet ook, het lijkt er gewoon op en het werkt ook fantastisch. Ze hebben een reservoir trouwens, het reservoirtje wat erin zit. Daar doe je aanstekenbenzine in of lampenolie of wat dan ook. En het lontje wat erin zit kun je dat aansteken. Dat is om even te laten branden. Voor het effect. Niet als deken op tafel. Het is metaal, aluminium. Maar aluminium wordt warm, gaat naar plastic. Plastic wordt warm, gaat smelten. Dus het is echt voor je act. Hup, kaars. Je trekt misschien met de... even denken hoe wij het verkopen. Let match producer, nee. Je trekt een lucifer uit je kraag. Tevoorschijn, maar even denken hoe het heet op de website. En dan steek je hem aan als je wil. En dan verdwijnt de kaars weer. Dat is eigenlijk waarvoor het bedoeld is. Dus dit is een vanishing candle, maar die kan zowel verdwijnen als verschijnen. Geldt ook voor de witte variant, kun je verdwijnen en verschijnen. Origineel Fantasio, €30. Op is op, zolang de voorraad strekt. Niet origineel Fantasio, niet Chinees, zeg ik erbij. Niet Chinees. €14,95. Wat hebben we ook? We hebben ook de Appearing Candle. Daar ben ik zelf niet handig in. Nooit meer gewerkt ook. En de Appearing Candle is een kaars die op spanning staat. Ik heb er nu even paperclip in gedaan. Die hangt bijvoorbeeld zo onder je jas op een speciale klem of haarspeld. Die haal je eraf. En op het moment dat je die wil laten verschijnen, kun je of zo doen. Of je, als je dat oefent, kun je hem ook nog... maar ik heb het niet oefend. Kun je zeggen, maar dit soort dingen... dat ging net goed, hè? Veiligheidsbril. Op en dan kun je hem produceren. Maar deze is geproduceerd. Kun je ook aansteken. En ergens neerzetten als je wil. Maar die kan dus niet meer verdwijnen. Pas als het publiek weg is, dan vouw je hem samen en kan hij weg. Dit is de Appearing Candle. Zelfde werking als de Appearing Candle. Ja, daar ben ik de prijs van vergeten. Dus die prijs staat nu onder in beeld. Die heb ik even niet opgezocht. Ja. Potverdikkie. Nee, je lijstje voorbereid en deze niet. Appearing Candle. Ook geen Fantasio. Van hetzelfde merk als de andere, zeg maar. En ook deze heeft een reservaatje voor vloeistof. Zodat je hem kunt laten verschijnen en verdwijnen.
Mocht je een doek willen gebruiken, zou ik een 45 doeken bij bestellen. Dus 45 centimeter bij 45 centimeter. Zijden doek 45 centimeter staan hier op de website. Ja, op toneel schitterend. Kijk, kijk op YouTube of bij de producten bij ons even de video van Lance Burton. Oké, ja, ik weet dat Fred Kaps, dat zei ik tegen jou, want Fred Kaps heeft daar ook een hele mooie routine mee gemaakt. Zo'n wat oudere goochelaar, maar hele mooie routine. Ja. Met, ik vermoed dat toen de Fantasio candles nog vooral... Ja, toen was er alleen Fantasio. Precies. Toen was er geen andere productie. Ja. Toen ik mijn winkel begon, verkocht ik ook alleen Fantasio. Mm-hmm. Kaarsen, verkleurende kaarsen, verschijnende kaarsen, verdwijnende kaarsen, verkleurende wandelstokken, drie keer verkleurende wandelstokken. Allemaal dat spul. En later kwamen de metalen stokken. Dat waren natuurlijk allemaal dezelfde, niet de kaars, maar de stokken die verschenen. Van metaal, die moest je nog helemaal in de olie zetten. Olie, ook. Niet grappig. Ja. Toen kwamen daarna kwamen de roestige stalen stokken. En langzaam kwam, zeker in China en India, de productie op gang. En die hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat Fantasio ook verdwenen is. Omdat de concurrentie zo groot werd dat het gewoon niet meer interessant was om die dure producten te produceren tegenover de andere markt. Dat is tenminste zoals het mij verteld is, dat toch ook de reden is dat de Fantasiofabriek ooit is dichtgegaan. Jammer, want je ziet toch dat mensen vragen, alsjeblieft heb je originele kaars, want het is toch wel, ik snap het. Ja. Ik snap het. En ook, goed. Je weet wat je hebt als je Fantasio, dat is gewoon degelijk. Dus aanraden wel voor op toneel. Doe het niet in de huiskamer, het kan, maar dan zeggen mensen, dan zie je natuurlijk de... Kijk, zou je misschien prima uit, ik weet niet, voor ons ziet het prima uit, kijk op een klein schermpje. Ja. Maar van dichtbij zie je natuurlijk de, rol, hè? Dat het een soort van lange strip is die een kaars wordt. Ja. Mooi. Dan, wij... Gaan we nog? Koud ondertussen? Nee. Op. Als je vorige update hebt gezien, en in de kerstupdate zat hij sowieso, hadden wij de Arm Through Glass. Ja. Ondertussen... is de maker daarvan hier weer in de winkel geweest en die zei, ik heb weer wat tofs meegenomen in diezelfde categorie. En die zou ik jullie graag even willen laten zien. En ik ga daarvoor de Gunnevine. Ik heb hem hier zo liggen. Ja, krantje erbij. Kijk, nou, de mensen die update hebben gezien, die zien... Hij is een beetje vies, moet je even vasthouden. Ja. Ik kan even boeren. Ik heb een bedoeltje meegenomen. Ik heb voorbereid. Wat een voorbereiding. Even schoonmaken. Dit is een hele mooie frame. En de mensen die de eerdere update met de Arm Through Glass hebben gezien, die zullen zeggen, hey, dat is eenzelfde soort frame. Ja, dat is eenzelfde soort frame. Maar hierbij krijg je geen standaard. En dit is een iets andere uitvoering. Wat is het? Het is glas. Hetzelfde als bij de Arm Through Glass. Maar deze kan wat bijzonders. We stoppen hier even een krantje in. Dat doen we op deze manier. Zal ik vast zo? Ja, dat is goed zien. Ja. Okay. Dan mag ik het gewoon neerleggen op tafel. Dan mag ik het neerleggen. Even kijken of dat wil. Zal ik het neerleggen? Leg maar neer. Ja, zie. Gaat al. Kijk, dit doe je normaal gesproken inderdaad. Moet je even de handigheid in krijgen. Maar je kan hier precies onder. Hoppa. En dan daar zo. Dan blijft ons krantje blijft zitten. Want we gaan namelijk iets heel bijzonders doen. Deze even ontvouwen. Hier zijn makkelijkere manieren voor. Dit moet je even goed doen. Wat gaan we namelijk doen? We gaan namelijk deze mooie dolken gaan we dwars door deze ruit gooien. Echt maar gooien. Steken. En dat ga ik niet doen. Dat ga jij doen. Ja, dat wist je nog niet. Maar jij kan dit. Jij kan dit. Jij mag zo meteen. Ja, kom. Ik hou hem vast. Ja, oké, serieus? Ik hou hem vast en jij mag hier vol doorheen steken. Weet ik. Ja, maakt niet uit waar. Maakt niet uit waar. Doe maar. Oh, dan doe ik je hier. Wat? Ja, hij zit er echt. Echt doorheen. Ja. Mooi, hè? Ja. Hé? Oké. Okay. Even kijken hoor. Hoppa. Oeh. Ja. Even kijken. Hier heb ik een herscanning. Ja, zie. Heel goed. Ja, het is echt. Ongelooflijk. Hè? Ik hou maar een beetje op afstand voor je het weet. Ja. Ja. Even kijken hoor. Ja, kom op, je kan dit. Ja? Kan hier ook ergens? Ik kan gewoon hierin. Mag ik even een beetje weten waar ze houden? Proberen? Ja. Heb je hem? Ja. Oh, je zit iets te hoog. Zo, deze moet iets meer naar beneden. Naar beneden? Ja, dat gaatje zit net te hoog nu. Ah, ja. Zo? Ja, schitterend, dankjewel. En dan kun je dus zien, ze zitten heel mooi dwars er doorheen. En je kan dan natuurlijk ook weer de dolken
eruit halen. Help hem? Oh ja, oké. Ja, ja. Laat ze. En het mooie is, ze kunnen er echt helemaal dwars door heen. Ik vind dit een toffe truc. En mensen zeggen dan, ja haha, hoe dan? Nou, ja. Gewoon het krantje weghalen. En je zal zien dat er geen spoor meer van de dolken te zien is. Ja. Dit is dus een nieuw item van de maker van de Arm to Glass. Maar dit is de Knife to Glass. Ja. Ja, heel visueel. Overigens, wat wij net deden, dat je dit door een toeschouwer kan laten doen, zou ik afraden. Ik zou een schovelaar alle regie nemen en zelf de dolken erheen doen. Dit kwam net even beter uit. Ja, wij weten allebei hoe het werkt, daarom kunnen we het doen. Ja, normaal kan dit niet met een toeschouwer, moet je het zelf doen. Maar het effect blijft wonderbaarlijk. Ja, ja. En dan zit die Arm to Glass trouwens nu even uitverkocht. Waarom? Ze worden in grote aantallen gemaakt. Dat bedoel ik zo zeggen per 100. Als er 100 op zijn, is het altijd de vraag, gaan ze opnieuw gemaakt worden of niet? Ze gaan opnieuw gemaakt worden, maar ze worden een stuk duurder, omdat materiaalprijzen ook stijgen. En het nadeel van het grote aantal, dat is niet het nadeel, groot aantal maken betekent dat een oude partij, een vorige partij bijvoorbeeld 5, 6 jaar geleden geproduceerd kan zijn. Dus kan het materiaalprijs in 5, 6 jaar tijd stijgen natuurlijk. Ja. Dus de Arm to Glass komt ook weer. Komt. Laat je niet misleiden eventjes, even tussendoor. Deze, nee, niet deze, maar de Arm to Glass bijvoorbeeld is ook te verkrijgen in China. Werden we opgewezen door iemand, door een klant opgewezen. Maar dat is een kopie. Precies. En hij is duurder dan het origineel. Oh, echt? Dat is wel grappig. Okay. Ja, ja. Laat je hem niet misleiden door de foto's, dat zijn kopieën. Dit is door de originele Knife to Glass. En die hebben ook exclusief bij Dynamite Make Shop, dus in de reeks van Arm to Glass, Knife to Glass. Wat krijg je? Je krijgt 5 dolken met een mooie lint eraan, dus extra visueel dat je het eruit kan laten trekken. Je krijgt het glazen frame en een complete instructie over hoe kan je het doen, waar moet je op letten. Is helemaal over nagedacht. Deze kost, als ik mij niet vergis, 225 euro. Ja. Ik vind dat, als ik voor mezelf mag spreken, ik heb wel eentje apart laten leggen, ik vind dit echt een briljante truc. Is ook. Ik denk als dat je heel van toneelgoochelen houdt en ja, heel visueel. Heel en we hebben meer in de winkel ook laten zien. En dan echt, nou ja, als je bekend bent achter onze balie, staan mensen aan de balie. Ja. Wij staan dan op onze klusmat dat ding te demonstreren. En mensen staan er met de neus om en zeggen, maar hoe dan? Hoe? Ja. Hoe? Ik sta, hoe? En dan mag ik de glasplaat controleren? Ja, voor maar. Okay. Ja. En mijn kinderen, ik laat eigenlijk nooit trucjes aan mijn kinderen, maar deze toen die binnenkreeg, dacht ik, dit ga ik even laten zien. Ik woon hierboven, ben naar boven. S'avonds, ik zeg, check dit. Ook voor, en dan zeg maar, hoe? Die zei ook, oeh, dat kan gewoon niet wat hier gebeurt. Ja. Dat zegt mij al genoeg, dan denk ik, daar heb je een pareltje in handen. Heel tof gemaakt. En de vraag is altijd, blijft u het in de handel? Dat is altijd de vraag. Dus dat vind ik. Ik vind dit ook. Dit zijn van die dingen die mijzelf ook kriebelen. Ja, ja. Jij zegt, ik heb er. Weet je wel, dat heb ik ook. Ik denk, die wil ik eentje voor mezelf. Ja. Want als dit er ooit niet meer is. Ja, ik verzamel ook mooie dingen. Die valt zeker in die categorie. Ja. Nou, en ook qua degelijkheid. Kijk, ik werk natuurlijk met die spullen. En dan wil ik gewoon dat het wel stevig materiaal is. En betrouwbaar is. En dat had ik heel erg sterk met die Arm to Glass. Maar deze is dezelfde kwaliteit. Heel goed gemaakt. En je ziet gewoon dat degene die dit maakt. Zelf professional in het vak is geweest. En weet dus wat hij van zijn materialen moet verwachten. En dat vind ik het toffe van dit product. Ja. Dus, dat. Alright. Ja, gisteren kwam er hier een doos binnen. Dat is wel vaker, vandaag komen we ook weer. Hele zware doos. Waar ik ook op zat te wachten. Kijk, ik denk, weer een mooi iets. We hebben wel veel mooie ietsen tegenwoordig. Maar ik ben ook wel een boekenliefhebber. Zo. En gisteren kwam dit binnen. Ah. Wow. Max Malini. Ja. King of Magicians. Magician of King. Dat was een Poolse goochelaar, hè? Bij Steve Cohen. Oké, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Dat zou absoluut kunnen. 1873 geboren. Zo, ja hoor. Ik heb er laatst een heel stuk over gelezen in het boek van Copperfield. Ja, exact. Dat heb jij ook gelezen. Ja, daarom. Ja. Dat weet ik wel, een stukje. Hij trad op voor allerlei koningen. En ja. Goede, in Buckingham Palace heeft hij opgetreden. Wat wel een attitude had hij ook wel. Zijn, ik zou je laten zien hoe goed ik ben. Op die manier was hij natuurlijk wel... Een beroemde routine van hem. Kaarten op tafel. Blinddoekje voor. En hij zei tegen toeschouwer, kies een kaart. Iemand zei, schoppen aas. Hij met een dolk, pap, schoppen aas. Malini kaart, snap. Ja. Ja, heel mooi. Ja, dit boek, geschreven door Steve Cohen. Meer dan 500 pagina's, maar even voor het idee. Ja, zwaar. Wat geeft het idee? Doe het maar niet meer boeken, maar het is veel mooi plat.
Ja, ik, heel mooi. Het beschrijft zowel de biografie als, ik zie bijvoorbeeld de tijdlijn ook, zie je wat er allemaal gebeurde, waar hij opgetreden, dat soort dingen. Ja, geschiedenis, biografie, ook zijn routines, zijn geheimen, zijn gedachten. Schitterend verzamelwerk, zeker als je van geschiedenis houdt, maar ook, ook als je van de trucs natuurlijk, Bill in Lemon and Egg, touwtruc zie je, de eierzak voorbij komen. Marlene Gartsep zag ik hier. Oh ja, wordt die uitgelegd? Ja, oh mooi, ja, tof. Ik denk dat je daar ook al... Kijk. Oh ja, ja, ook al trad deze man heel lang, nou, bijna 100 jaar geleden op. Ik denk als je die routine weer doet, is het nog steeds verbluffend. Ja, zeker. Dus gaan mensen nog steeds... hoe dan? Maar weet je wat het is? Het mooie van boeken in het algemeen, en dat zeggen ook veel mensen die de boeken lezen. Ja, het geldt trouwens ook eigenlijk ook voor videobanden. Videobanden zijn dikke dvd's, die niet in het cd-speler passen. En die kunnen ook niet downloaden. Nee. Tenminste, officieel niet. Laat ik zo zeggen, oude boeken en oude dvd's, videobanden, daar staat vaak informatie op, waarvan als jij het zou zien, als kijker, jonge kijker, dat je denkt, oh, bestaat een nieuwe truc, bij wijze van. Ja. En vaak zijn het ook oude dingetjes, die worden uitgebracht opnieuw, en voor mensen is dat een nieuwe truc, is helemaal niet nieuw. Ja. En zo staan boeken vaak vol met pareltjes, want iedereen kijkt tegenwoordig op het internet, en naar de nieuwste trucs die uit worden gebracht. Maar er zijn maar een klein percentage goochelaars die hun de schatten zoeken in boeken, zoals dit. Ja. Ja, en ik vind sowieso, ik vind het boek van Copperfield, The History of Magic, sowieso echt een aanrader als je alleen al voor je verzameling. Maar er staan inderdaad van heel veel, Copperfield heeft natuurlijk van heel veel bekende goochelaars van vroeger. Hele toffe acts, moet ik zeggen, of memorabilia. Dat. Dus het kan zijn een kist, weet ik veel, een bloemenvase. Allerlei dingen die van bekende goochelaars zijn geweest, die gebruikt werden. En in het boek beschrijft hij van al die goochelaars, van een aantal van die goochelaars, een stukje uit het levensverhaal. Ja, pak hem maar. Het levensverhaal, was niet gepland. En daar staat over Max van Dini een stuk in. En zo staat er over Houdini een stuk in. Er zouden allerlei illusionisten staat er een stukje in. En daar werd mijn interesse al gewekt door Max Molini. Dus toen ik zag dat Steve Cohen dit boek ging verkopen, zei ik, daar moeten we bij zijn. Nou, voor Nederland en België, exclusief bij Dynamite. Niet goedkoop. Nou, ook niet duur, ik zou zeggen €169. Maar, het grappige is, stel voor je zegt, ja, ik regel het boek zelf. In Amerika, dat kan. De verzendkosten voor één boek bedragen €70. Succes. En dan hebben we het niet over UPS, die dan vervolgens een week later nog zegt... Alsjeblieft nog €30 invoerrechten. Dus, maar je moet alleen al 2,5 kilo. Ja, 2,5 kilo per boek. Dat is niet normaal. Ja. Dus hou er rekening mee. Daarom onze prijs is eigenlijk nog goed. Het boek kost in Amerika $125. Nou, dat is met BTW ongeveer €130-140. Tel daar je verzendkosten bij op. Als je hem zelf bestelt, zit je rond de €200. Als je het zo bekijkt, is het net zo dik als je gewoon een nieuw pak A4'tjes koopt. Ja, dus dat is het ook 500 papier. Echt, hè? Het is gewoon net zo dik. Ja. Ja, mooi. Heel veel informatie. Waardevol, hoor. Ja. Dit boek... van David Copperfield. Niet gepland trouwens. History of Magic. Ja, dat gebeurt wel vaker. Ook ja. Mooi. 38,50. Klopt dat? Ja. 38,50. Ja. Kun je ook gewoon te bestellen als je hem niet hebt. Ook een aanrader voor jouw collectie. En voor het idee. Maar kunnen we heel snel Max Molini opzoeken bijvoorbeeld? Dat we laten zien. Is dat te doen? Of zeg ik nog iets heel raars? Nou, kunnen we even... Oh. Nee. Is het toch? Oh, nee. Jawel. Max Molini. Ja, toch. Ja. Ik herken hem op zijn foto. Notes, steam engines. Max Molini's particular. Ja, zie je weer. Parafernalia bijvoorbeeld. Ja, mooi. Ja, dit is ook een mooie. Er staat dan een stukje in over, zie je, over Max Molini. Wat hij nog had, ja. En dan daar werd je door geprikkeld. En dan eigenlijk, ik ben gek op geschiedenisboeken van goochelaars. Alleen ik onthoud niet alles. Ik hou wel de dingen, maar ik ben niet in jaartallen en dat soort dingen. Ja, toevallig dus dat is al, als je van heel veel goochelaars een kleine beetje zou weten, is dat al fantastisch. Ja, maar als je bijvoorbeeld gaat doorgraven, als je bijvoorbeeld, tip, even tussendoor. Mocht je Viaplay hebben, een heel andere onderwerp. Op Viaplay heb je een serie. Ja, en we hebben ook omdat ze bij ons Formule 1 nogal interessant vinden. Kreeg een tip van een vriend die zei: hey, je moet even kijken, er staat een serie Houdini op. Die heb ik afgelopen maanden gekeken. Hey, dat is tof gemaakt. Ja maar echt als een tv-film. Dus niet als een documentaire, echt gaaf gemaakt over Houdini. Natuurlijk wel met wat dingetjes bij die misschien niet echt hebben plaatsgevonden. Maar nou goed, stel voor, en daar komen boeken in voor in die film. Stel voor je zegt, ik vind Houdini interessant. Ik ga even alle boeken kopen die gaan over Houdini of die Houdini geschreven heeft. Komt dan maar een kast. Dan wens ik je veel succes. Dan kan je beter op Max Houdini concentreren, daar is iets minder materiaal van.
Ja. Want er is zoveel te krijgen op geschiedenisgebied van boeken ook. Ja, maar, mooi. Ik vind het heel erg mooi. En ook echt, je ziet wel dat er echt aandacht aan besteed is. Dit is... echt ingelegd bijna. Ja, dus daarom. Maar het komt ook voor, heeft met de uitgeverij te maken. Heel mooi. Maken allemaal van dit soort mooie dingetjes. Max Malini. Squash Publishing. Ja, mooi. Max Malini. Nou, ik kan je verklappen dat mijn zijde is... Ik noem het even klaar. Ja, ik heb nog één dingetje. Eén. Oh. En dat is niet zozeer een truc, maar dat is voor de straatgoochelaar wellicht interessant. Zeker interessant. Ik heb mij helemaal wezenloos gezocht naar dit soort tassen. Hoe noemen we dit? Dit is een pouch. Een etui eigenlijk, zeg maar. Ja. Een pouch, een zak. Ja. En mooi groot formaat. Ja. Ideaal voor de straatgoochelaar, maar ook als je close-up goochelt, zou je hem ook kunnen gebruiken. Dit draag je om je middel. Dit draag je om je middel. Met een riemakje vast. Kun je vastmaken, door je, in principe door je lusjes zelfs halen als je wil, dat is niet afzakt. Zak je broek ook gelijk niet af. Ja, daarom. En deze pouch is gemaakt, is ook wel over nagedacht. In de pouch zijn niet enkel diepe vakken waar je je cups en balls zet, je ringen zet in kan doen. Maar ook kleinere zakjes waar je eventueel een kaartspel in kan doen, een sponsbalroutine en... Er is een geheime doorgang gemaakt door middel van een inkeping aan de achterkant, waardoor je nog steeds in je eigen broekzak kan komen. Ja. Dus ja, ideaal gemaakt. Ja, heel mooi ook aan de achterkant kunnen van alles. Ja, hier is ook inderdaad vakken waar je in principe ook, waar de toeschouwers niet zo kunnen zien als ze erin kijken, maar daar kun je ook nog in komen. Ja, via klopt, dit. Van de achterkant. Ja. En je kan van links naar rechts ook nog. Voor het idee van boven kunnen we allemaal zien op de camera, met een beetje mazzel. Ja. Je hebt hier inderdaad heel kleine vakjes waar allerlei spullen in kunnen. Ja, dit is heel mooi gemaakt. Ja, dit is degelijk. Van echt leer. Leer. Onverwoestbaar. Ja. Wel prijzig, maar nogmaals, je hebt een product voor het leven. Dus is het dan prijzig? Is het duur? Snap je? Het is niet duur voor wat het is. Voor wat het is niet. Snap je? Nee. Maar het is als je hiermee werkt, op straat, als close pro, je zegt dit ga ik gebruiken, dan heb je voor je leven lang plezier. Ja. En dan is het geld ook dik waard. Ja, maar kan ik rustig googelen op strip, op pouches en je betaalt makkelijke dubbel. Precies, dat bedoel ik. We hebben een hele goede prijs voor dit ding. €235. Ja. En ze gaan, van mij denk ik, we hebben al aardig wat verkocht. Ja, maar dit is ook een dingetje. Jaren geleden verkochten we ook zoiets, maar dan was het enkel een zak met twee vakken. Ja. Ja, is leuk, maar niet bijzonder. En dit is gewoon een professionele prop. Ja, je ziet ook de naden dat ze dubbel gestikt zijn, dat alles goed in elkaar zit. Dit is, heel mooi gemaakt, ook de riembevestiging. Een street pouch, mocht je als straatgoochelaar of als close-up goochelaar altijd loopt te klooien, waar moet ik mijn spullen laten? Ja. Dan is dit wellicht een uitkomst. Ja, want het voordeel is natuurlijk ook als je hier je spullen meeneemt, dat je... Kijk, als je nog nooit op straat gegoocheld hebt en je, iemand vraagt je, kun jij een act doen op straat? Tuurlijk. En dan ga jij met jou, weet ik veel, kom misschien je koffertafel, rij jij de straat op. Ja, dat kan, maar dat is niet zo erg. Je zet hem neer, je zet hem open, je begint te goochelen en plotseling komen mensen voorbij lopen met een bekerspel. Dan denk je, hoe komen die mensen met een bekerspel? En dan heb je niet in de gaten dat misschien mensen aan de achterkant... Of kinderen denken, hey, een pompon stikken, lalala, weet je. Ja, ik heb ook wat meegemaakt. Maar dat was op een andere plek, niet op straat. Dat soort dingen, kijk, op het moment dat jij dingen bij je draagt, precies, is alles onder jouw controle. Behalve dat je stiekem dingen kunt stelen, kunt droppen. Ja, met de cups en balls routine zou dit bijvoorbeeld ideaal zijn, want daar liep ik dus altijd mee te klooien. Waar leg je nou tijdens je routine, waar ga je het vandaan stelen? Ja. Dat is het. Hier dus. Dat is het. En hier ben ik even door hele meloenen. Echt, we hadden 25 centimeter ringenspel konden we hierin. Aan één kant. Ja. Complete set van 8. En dan konden we, als je kunt de foto's zien ook op de site. En dan kan er een bekerspel hier. Ja, je moet natuurlijk niet te gek maken, maar er kan echt veel in. En je hebt de spullen gewoon op je lichaam. Ja. Dus dat is fijn. Street Punch. Mooi. 2,35. Dus dat was het. Mijn twee stoelen zijn leeg. Mijn stoel is nog vol, maar die heb ik allemaal alles gehad wat erop ligt. Mooi. Dat betekent dat wij lang genoeg gekletst hebben. Zo. We gaan nog andere dingen doen. De winkel gaat zo open en dan hopen we daar mensen te kunnen begroeten. Leuk. Ja, we gaan richting Pasen. Volgende update is in april. Nee. Nu is het maart. Even? Ja, is goed zo wel. Oh. Maar we gaan kijken, we zijn ook in ons achterhoofd bezig. Wat kunnen we wellicht anders doen met updates? Ja, dit is heb jij een idee? Denk je van, ik zou het zo doen. En dan bedoel ik, misschien je zegt, nee, ik wil geen update die opgenomen is. Ik wil het liever live, of ik wil liever dat. Heb je een idee? Heb je idee? Laat het ons weten, want in principe doen we dit voor jullie. Ja. En niet voor ons. Ik bedoel, wij kunnen dit wel doen, maar bedoel, als jij zegt, ik vind het leuk om te kijken, maar
voor de rest interesseert het me niet. Dan kunnen wij ook wellicht iets maken wat wel interessant voor jou is. Of zeg je, joh, je hebt 135 gemaakt, ga maar voor de 270. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, maar dat willen we wel graag weten. Dus. Ja, er zit toch geen stiekem veel tijd in. Ja. Dus we maken liefst iets wat bij jouw wensen past. Ja. Dat we zelf iets maken en dat je zegt, ja, ik had het liever zo en zo gedaan. Ja, dus laat het gerust weten. Je welkom. Tot de volgende keer. Bedankt voor je aandacht. En de groetjes. Doei. Adieu.